Er komen belangrijke wedstrijden aan. Ja, AZ Ajax, Feyenoord PSV en de vaste volgers die weten het wel. Ja, wij laten dan altijd de eieren spreken, vrienden. Ja, wat doen we? Eitje tik. Ik zal het even kort uitleggen, ook voor de nieuwe volgers. Ik tik twee eieren tegen elkaar. Ei wat stuk gaat, is de verliezer. En dan weten we de uitslag van die wedstrijd. Ja. Eitje tik, vrienden, daar gaan we. En vandaag doen we een dubbel klutsen natuurlijk. Want we doen AZ Ajax en we doen Feyenoord PSV. En nog even wat, er wordt niet in gemonteerd. Dit is gewoon wat het is. Het is 1-1, geen flauwekul. En het ei wat overblijft maak ik ook nog even stuk om te laten zien dat het geen gekookt ei is. Want dan beginnen jullie daar weer over. Oké. Nou, daar gaan we. Ja, wordt niet gemonteerd. Hup. AZ Ajax. Even kijken, hoe moet ik hem vasthouden? Heb ik hem goed zo? Andersom. Zie je? Dan gaan we al. Ja. Maar rustig aan, hè. Gewoon geduld. 1-1, jongens. Ik heb het gezegd. Ja. Er wordt niks gemonteerd. Daar gaan we. AZ Ajax. Oh, ik moet AZ nog een beetje draaien, zegt Jut. Zo. Zien we het zo goed? Ja. Nou. Huppatee. Ze gaan tegen elkaar. Ei wat stuk gaat, gaat verliezen, jongens. Wat een spanning. AZ Ajax. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Tak. Oeh. Wie gaat er hier stuk? Oh, AZ gaat stuk. Oh, nou, Ajax wint dus. Maar goed, anders denken jullie van ja, hallo, dit is een gekookt ei. Daar gaan we. Ik ga het even laten zien. Komt-ie, hè? Hup. Heb je het gezien? Dat is Ajax. Niks gekookt. En klaar is Kees. Nou, even mijn handen weer even schoonmaken. Gaan we gelijk door met Feyenoord tegen PSV. Even kijken of ik hem goed vast ga houden. Feyenoord PSV. Oh, hij moet weer andersom. Zie je dat? Ja. Nou goed. Wie gaat dit winnen dan? Feyenoord PSV, vrienden. Nou, daar gaan we. Ik ga ze weer. En wie stuk gaat verliezen? Komt hij aan? 1, 2, 3. Hap. Ho, wie ging er hier stuk? Wie ging er stuk hier? Ik kon het niet lezen. Oh hier, Feyenoord. Feyenoord gaat stuk. Ja. Oh. PSV, die gaat winnen. Pff, een verrassing zeg. Nou, even kijken. Hier, zie je het? Hier, niks gekookt. Gewoon eitje PSV. Die wint dus. Nou vrienden, de eieren hebben weer gesproken.